Politieke partijen die zullen deelnemen aan de algemene, vrije en geheime verkiezingen in Paramaribo hebben vandaag kennis gemaakt met de leden van het hoofdstembureau onder leiding van districtscommissaris Mike Nerkust van Noordoost. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de indiening van de kandidatenlijsten op donderdag 9 april 2020. Tijdens de ontmoeting zijn alle protocollen in verband met de COVID-19 situatie ook in acht genomen. Nerkus vertelt meer over deze bijeenkomst. Wat we vandaag hier hebben gehad op het commissariaat Paramaribo Noordoost, waar het hoofdstembureau van Paramaribo zetelt, hebben we dan de verschillende politieke partijen uitgenodigd om afspraken met ze te maken voor de indiening van de kandidatenlijst op 9 april aanstaande. We hebben dan een tijdsinterval met ze afgesproken, waarbij ze zelf een bepaald tijdstip konden trekken als lot, waarop het tijdstip waarop dus de politieke partij zijn of haar kandidatenlijsten gaat indienen. Men gaat binnenkomen, er gaan twee vertegenwoordigers van elke partij. Toch komt er een bepaald tijdstip en dan komen ze dan de kandidatenlijsten indienen en dan gaat men weer weg. Dus deze afspraak, de vergadering dat we vandaag hebben gehad van het hoofdstembureau, kennismaking. Eigenlijk aangeven de richtlijnen in verband met COVID-19 wat wij gaan hanteren bij het indienen van de kandidatenlijsten en bij het traject dat volgt. Toch? En dan hebben we dan de partijen een tijdstip laten trekken voor het indienen van de kandidatenlijsten. De burgervader vertelt verder dat de politieke partijen vooral vragen hebben gesteld over de documenten die nodig zijn om vlekkeloos mee te kunnen doen aan de verkiezingen. En nadat de kandidatenlijsten zijn ingediend, krijg je dan de ter inzagelegging van de kandidatenlijst, waarbij elke Surinamer kan komen kijken naar de lijsten die zijn ingediend voor de district Paramaribo, wat betreft de DNA, RR en districtsraden. Dat is dan direct na de indiening. En dan worden dan de kandidatenlijsten gecontroleerd. En daarna wordt dan vastgelegd dat de kandidatenlijsten voldoen aan alle voorwaarden. En dan kunnen we dan zo gaan richting de verkiezingen, waarbij dan de stembiljetten zullen worden geproduceerd. Maar vooralsnog zijn we dan dit gedeelte dat afgebakend is, was de kennismaking met het hoofdstembureau en de richtlijnen voor het indienen van de kandidatenlijst op 9 april aanstaande 2020. Districtscommissaris Mike Nerkust van Paramaribo Noordoost vandaag tijdens een bijeenkomst met politieke partijen op het hoofdstembureau. Vorige week heeft het commissariaat van Lelydorp ook een bijeenkomst gehad met de politieke partijen die in Wanica aan de verkiezingen meedoen.